Dit is de familiefilm van Lucassen uit 1939, toegelicht door Boy Lucassen in 2001. Boy Lucassen is geboren in 1926. Prins Hendriklaan 1 in Bussum, op de voorgrond een militair, een dreiging van de Tweede Wereldoorlog. Hier ziet u Willy Lucassen, de oudste dochter, die op het punt stond om het klooster in te gaan en daarom speciaal gefilmd werd. Naast haar zit Loesje, haar petekind, met die strik in haar haar. Nu holt ze uit het huis naar de overkant waar het station is en waar de stoomtrein net aangekomen is. En dan is het de kunst om hem nog te halen. En dan is ze in Amsterdam bij haar werk, het lab van het Ons Lieve Vrouwengasthuis. Rooms-katholieke ziekenverpleging leest u daar. En hier is ze dan bezig in het laboratorium. Ze deed wel wat serieuzer werk dan alleen een wekker opdraaien. Ze had er een hele opleiding voor gehad. Ze was toen 27 jaar. Even later ziet u dat ze gevraagd wordt om toch een beetje minder serieus te kijken, even wat vriendelijk te lachen. En nu komt ze weer thuis in Bussum uit het station, lopend naar de villa van Prins Hendriklaan 1. Het stationsplein was toen nog zeer rustig. U ziet de ouderwetse bussen op de achtergrond. En dit is haar petekind Loesje met de strik in haar haar, die haar komt verwelkomen. En onze hond Hertha springt daarbij op. Het was een Hollandse herder. En bij het vogelnestje moest vaak nog wat ingestopt worden voor de vogeltjes. Dit is de een na de oudste dochter, Lini Bertrams Lucassen. Die was vaak met planten bezig. Ze had in onze tuin ook nog weer een eigen tuintje. En ze hield erg veel van planten. Kijk eens hoe minutieus, met hoeveel liefde ze die planten verzorgt. Ze is niet van plan ook maar enige kreukels in te brengen. En hij moet precies schoon zijn. Onze hond Hertha kwam natuurlijk weer kijken. Die was toch wel erg gezellig altijd bij al het doen en laten in ons huis. Dit is daarop in leeftijd volgende dochter, Maria. Ze was toen ook al heel sterk. En werd dus prompt gecharterd voor een dergelijke zware klus. Ze studeerde toen voor Montessori-leidster. Dat was een beroep waarbij je in die tijd niet mocht trouwen. Zou ze het gaatje kunnen vinden? En dan volgt in leeftijd dus Annie Lucassen. Ze was in haar puberteit niet zo'n goede leerling. Maar later haalde ze vele hoofdactes. Straks moet ze even lachen op commando van de filmende vader. Toen werd er nog gewerkt met een passer. En dan volgt Nettie Langemeijer Lucassen, het vrolijke type, iets kleiner. Zij moeten de vlag buiten hangen. Dat was in die dreigende oorlogstijd ook een belangrijk onderwerp, de vlag. Dat was toch nog een nationaal teken. Oranje, blanje, bleu was de vlag. We hadden een vlaggenstok midden in de voortuin voor de villa. En nu volgen dus de twee jongste dochters, Mia alias Gemma en Loesje Albers Lucassen. Ze hadden al een tijd voor deze filmopname geoefend. Kijk maar naar de plassen die daar in de tuin zijn. Maar toch worden nog even de schoenen van Loesje nat gespoten. Strikken in haar was de kunst.
Dit is de juffrouw Lucasse. Ze dreigt een vouw in de jurk te strijken. Het is net niet te volgen of die kreukel er goed gegaan is of niet. En nu weer Mia en Loesje, de jongste dochters. Ze kunnen eigenlijk heel goed touwtjes springen, maar onder het oog van de filmende vader gaat dat toch een stuk zenuwachtiger en een stuk moeilijker. Hier zit Loesje een knoop uit een touw te maken waar geen knoop in zit. Ze speelt het alsof ze een volledige acteur is. Mia was toen ook al een aardig knappe meid. En praten kon ze ook al. En dit is dan mama met een kluwe wol die uitgehaald moet worden. En Boy zit daar te lezen. En Nettie zit aan de andere kant van mijn moeder. Nu is ook Mia nog even in beeld. Die had een pasgebreide pannenlap. En hier is mama Agnes Lucasse Kuyt. Die hoort dus bij de vrouwelijke helft van de familie. Ze zorgde vooral voor de privécorrespondentie. Het is iets later opgenomen gezien de het feit dat het in kleuren is genomen. Een bontje dragen in die tijd was nog heel normaal. En nu komen alle dochters in volgorde. Dus Maria, Loesje, Mia, Nettie. En dat ze op de achtergrond ook nog te zien zijn, dat hebben ze niet door. Daar gedragen ze zich het meest spontaan. Dit was Loesje, Mia, Nettie, Arnie. En nu nog eens een keer allemaal gezamenlijk. Het plekje waar eigenlijk het zitje van is voor de serre. Links Lini, dan Mia, dan Willy, dan Loesje, dan Mia. Nog een keer. Mia, Lini, Maria, Nettie, Loesje met die strik in haar, Willy en Arnie. En mama zelf, die hoort dus ook nog weer bij de vrouwelijke helft. Ze kan net de taartjes tellen. Ze doet het liefst 3 keer opnieuw voor de film. Nou, iedereen zorgde wel om aan zijn trekker te komen in zo'n groot gezin. En tenslotte zegt mama, och, laat ik er zelf toch ook maar eentje nemen. Ze aarzelt eventjes, maar denkt, ja, ik heb toch ook mijn eigen rechten nog. En nu komt dus de mannelijke helft van de familie. Mijn vader voor het eerst, die stapt hier uit de Nash en maakt een hele wijde bocht te willen van de film. En zit hier de krant te lezen. Mijn moeder komt erbij. Even betrekt zijn gezicht, want eigenlijk had zij er niet bij moeten zijn. Want nu ging het om de mannelijke helft van de familie. Hij legt het nu uit en tenslotte schikt hij zich erin. Tenslotte is hij een schaap. Hij zelf noemde zichzelf althans een schaap, maar niet elk kind was het daarmee eens, want zo gemakkelijk was hij bepaald niet. Hier is hij bezig met zijn filmspeeltjes. Met dat apparaat kon hij de film plakken en knippen, stukjes ertussen lassen en er weer uithalen. En onderhand zat hij toch allerlei instructies te geven aan de filmende Vincent. Hij was toen 55 jaar. Hier is de oudste zoon, Jan.
die de hond Hertha dresseert. Aan zijn veerkrachtige tred kon je wel zien dat hij goed kon dansen en goed kon schaatsen. Hij heeft nog net niet een pink omhoog bij het drinken van zijn thee. Dit is Tony, de ene oudste zoon, met een kaartentruc die hij voor 50 yen had gekocht in Japan. Althans, dat beweerde hij. Dat kushandje was naar zijn verloofde Jopie Schulman, Jopie Lucas Schulman. En dit is Hans, de terneut van de familie. Voor het openen van de garage kreeg hij telkens 1 cent. Hier staat dan de auto de Nash met een nummerbord dat met een G begint. Want alle auto's uit de provincie Holland hadden een G in die tijd. Heel verlegen kijkt hij heel hemels nog eventjes. Nu komt Vincent met zijn solide fiets. En dit zijn Gerard en Leo, die veel lol hebben met het schaken, waarbij ze de stukken gebruiken alsof het een dambord is. Of Halma. Echt schaken konden ze eigenlijk niet. Een brillantine in hun haar was toen echt de mode. Echte vetkuiven. We hadden wel een mooi schaakbord van ivoren stukken. En Gerard was toen al een echte Don Juan. Dit is de sportieve Paul met onze hond Hertha. In een plus voor, een aardappelenzak. Kijk eens hoe rustig het erachter op het stationplein toen nog was. Nu krijgen we even de langzame film. Dat was toch in 1939 al een hele truc dat je zulke langzame opnames kon maken. Hier wordt geprobeerd de film stil te zetten, maar dan gaat de film een beetje trekken. Het was een 8 mm celluloid film. Dit ben ik zelf, Boy Lucassen, die toen bij de verkennerij was. Hier speelt alsof hij een kampvuurtje maakt voor zijn tent. Heel serieus was toen het groeten in die tijd. Ik was toen 12 jaar. En dit is dan heel systematisch de hele jongensafdeling van de familie. Eerst links Gerard. En dan Leo. Hans. Vincent. Paul, Jan, Boy en Tony. Dit is dus weer Gerard, Leo, Hans, Vincent. Kijk eens hoe Paul sportief springt. En Jan doet het na, maar hij zegt au. En dan Boy kan dat niet zo goed nadoen. Tony heeft iets leuks verzonnen weer. Vincent kijkt op zijn horloge om een beetje afwisseling in het tafereel te brengen. Dit is Tonia, onze huishoudelijke hulp, die de matten klopt. Iemand zegt even iets harder en prompt gaat ze dat ook doen. Hier is het op het balkon, op de erker voor het huis. Boy hangend over de reling. Gerard en Hans staan daarnaast. En Mia. Hier zitten we aan tafel
Boy probeert de aandacht te trekken door weg te lopen en straks door heel hard snel soep te drinken. We zaten toen elke dag met zo'n 19 mensen aan tafel. Dus Loesje, Mia, Hans, Boy, Paul, mama, Vincent, Leo, Lini, Felix, Nettie, Arnie en Maria met een zwemgoed. Nu wordt er een film uitgeprobeerd in de regen. Kijk eens hoe rustig het was op het stationsplein. We moesten de paraplu zo houden dat onze gezichten ook nog op de film kwamen. Maar het betekende wel dat we zelf eigenlijk erg nat werden. Loesje, Boy en Mia zijn dit, hè? Nu komen de verloofde paren, Jopie en Tony. Tony en Jopie nu op het hockeyveld. Dat is een romantisch stel. Ze woonden ook in een romantisch huis met een rieten dak bij een park. En dit is het andere verloofde stel, Lini en Felix. Felix Bertrams met zijn energieke kin en zijn korte haren. Hij noemde Lini altijd kind. Hier zitten ze ook weer op het hockeyveld. En hier staan ze nog eens in de tuin. Moet zo'n verloofd paar nu de vrouw rechts of links hebben? Dat was nog een heel discussiepunt in die tijd. Willy met haar petekind Loesje. Ze plukken een bloemetje om voor het autovaasje. Ze worden speciaal gefilmd omdat Willy op het punt stond het huis te verlaten, het klooster in te gaan. Loesje roept atje patje poetje pa tegen de hond Herta. Dat was altijd een begroeting. Hier wordt het autovaasje nog eens extra verzorgd. Hier rijdt Willy, die had op de 18e jaar al haar rijbewijs. Ze gaat hier naar de boot, de Werri Undine, die ze samen gekocht had met een paar vriendinnen. Rita Disch en Annie Bijl en Rini van 't Hoek. Hier wordt de Werri dus te water gelaten, daar maakten ze hele tochten mee. Je kon er ook in slapen, als er een zeil overgespannen was. Dit was dat grote zeil. Hier staan ze op het punt om te vertrekken. Nu zit Loesje daar in de boot. Maar straks ziet die Loesje toch nog zichzelf wegwuiven. Alsof ze er niet in zat. Ziet u wel? Hier wuiven ze zogenaamd de werige dag. In werkelijkheid is hij al lang uit het zicht verdwenen. Ze kunnen al aardig toneel spelen, zo jong als ze zijn. Hans en Paul en Gerard. Kijk eens wat die jongens toen een mooie das hadden met een dasspeld. Ze gedroegen zich keurig, met keurig haar. Nu zegt Hans, hij eet mijn knoop op. En dit is broeder Portier Christian. Dit is vlak voordat Kostschool, de inrijlaan,
Dan komt Hans aanrijden, net zijn 14e jaar. Mocht hij natuurlijk nog niet rijden, maar hij kon het al wel. Hij had echt hart voor de techniek en voor de auto. De auto openmaken was toch nog wel een erg grote kunst, maar tenslotte met wat hulp lukte het. Hij controleert even het oliepeil en alles alsof hij er veel verstand van heeft. Hier kun je toch zien dat hij hem zelf echt start, dat is geen truc. En nu gaan ze weer in het weekend uit de kostschool. Hans, Paul en Gerard nemen afscheid van broederportier Christian. Een vriendelijke man die erg goed wuiven kan. Dit is op het hockeyveld van Bifair met vader Bertrams, de vader van Felix. En dit is zijn schoondochter Corrie en Clemens, ook een zoon van pa Bertrams. Alles op het hockeyveld. Dit is nog eens een keer die Corrie, schoondochter. En dit is Angèle. Dat is ook een dochter. Jantje Bertrams, een broer van Felix Bertrams. In hockeytenue. Hier Lini en Jan. Jan was penningmeester van Bifair in die tijd. Maria, die fluit naar de hond. Dit is Arnie. En mama naast, daarnaast. Veel kleiner. De juffrouw, onze kinderjuffrouw, ook op het hockeyveld kijkend. En onze buurman Harry Klaushuis. Op het ijs, Paul en Gerard schaatsend. Zelfs achteruit kon Gerard schaatsen en rondjes maken. En Paul was nog beter. Kijk hier maar. En dit is Hans, die het ook al een beetje kan. Ik zelf bracht er nog niks van terecht. Hield niet zo van de kou. Ik kom dan ook niet in beeld hier. Dit is weer Gerard. Hans met zijn vriend Boy Geniet. Ook op het ijs. Dit is Paul. Kunstenmakend. Hier Nettie en Paul. Oh, Jopie zit hier nog tussen. Dit is Jopie en Hans. Achteruit schaatst Jopie. Nettie en Paul hier schoon aan het schoonrijden. Zeer waardig ging dat toe in die tijd. Dit is Jan met een onze onbekende vriendin. Schaatst hij op de kunstijsbaan. Deed hij de Viertsteenschiet. Dat was een zeer beroemde kuur die erg veel indruk op ons maakte. En waar ook waarschijnlijk wel op de vriendin van hem. Dit zijn tante Mies en tante Toos, zusters van mijn vader. Ze konden heel goed praten en breien tegelijk. Ze hebben eens een voordracht gedaan als juffrouw Snip en juffrouw Snap. Snap je dat nou, juffrouw Snip, als je mij nou, juffrouw Snap, mensen dwarren toch wel tijden. Nu gaan we een uitstapje maken naar Oud-Valkenveen. Vader voorop en de hele meute naar achter op de fiets. Sommigen hadden nog een kind achterop en de hond Mirza van Jopie was mee. Vincent filmde in die tijd veel ons. Dan zat hij soms in een boom om een verdekte opstelling, om zo'n spontaan mogelijke opname te kunnen krijgen. De tak wordt even weggetrokken zelfs.
En hier wordt gefilmd vanaf de Tafelberg. De familie komt aan op de fiets met de hond. Je ziet ook nog Gerard met een extra fiets, want er was een lekke band. En tenslotte komen we weer thuis op de Prins Hendriklaan. Vader weer voorop. De hond Hertha was ook mee. Eentje zit er achterop, die zal dus wel bij die lekke band horen. En dit is een taart vanuit het 30-jarig huwelijksfeest. Toen was het al oorlog. Je kon niet zomaar een taart bestellen. De taart was van bloemen gemaakt. En dit was het menu van hetzelfde 30-jarig huwelijksfeest in augustus 1940. Hier wordt het gevierd, toch nog wel met wat wijn en dergelijke en luxe eten. Bij deze gelegenheid schept de vader zowaar het eten op. Maria met een glaasje wijn op en sigaretten in haar haar. En een lege fles wijn. We hadden toch wel veel bloemen bij zo'n gelegenheid. Die kregen we cadeau van allerlei bekenden. Jopie en Tony met een hond Mirsa. Die waren toen net getrouwd. Lini. Jan. Tante Mies. Tante Toos. Arnie. Paul. Mama. Met de fruitschaal en de flessen champagne erbij de hand. Nou, het ging wel vrolijk toe. Tante Mies en Tante Toos die een proost uitbrengen. Op de achtergrond de antieke klok. Tante Cor, ook een zuster van mijn vader, een halfzuster. Ze werd ook wel Tante Knor genoemd, want ze was een beetje zuur. Dit zijn Jan en Tony. Die deden een voordracht van een versje van Ach Morsebel. Ook op een ogenblik dat ze erg veel wijn op hadden. Ach Morsebel was een slonzige moeder die Pietje in de kost had. En Pietje klaagde over het eten. Soms zat er roet in het eten en soms was het aangebrand en soms zat er zand in het eten. En op een gegeven moment zaten er ook kikkerpootjes in het eten. Vandaar de uitdrukking, heeft aangebrand ook pootjes moeder aagt. En als we dat dan zeiden tegen onze juffrouw, als het eten wat aangebrand was, dan zei ze, ach, het was niet aangebrand, een beetje aangezet. Dit is Nettie en de kinderjuffrouw, Dini van der Broek uit Utrecht. En Gerard, Mia, met de fruitschaal en de poes Doppie, die wordt op de fruitschaal gezet. En Loesje kan dat toch niet zo makkelijk hebben, die wil toch ook wel graag de poes vasthouden. Dit is een iets later, veel later opgenomen film van mijn vader in het klooster bij de Benedictijnen in Oosterhout. Met zijn dochter Arnie, die toen in het klooster van de Voorzienigheid was. Allebei in vol ornaat. Het klooster was hun hoogste ideaal. Het was natuurlijk dan een ideale combinatie, vader en dochter. Deze film is dus niet in 1939, maar zo'n 20 jaar later. Hier wandelden ze in de kloostertuin. En dit is dan het einde van de film. Dank u wel.